allemaal, het is vandaag weer tijd voor een update van hoe het met Niels gaat. En ik had bedacht, misschien moet ik het anders gaan noemen. Misschien moet ik het gewoon mama update of mama momentje of nou, iets in die richting ga ik het noemen. Dus de volgende video's, of misschien heb ik deze video al anders genoemd. In ieder geval, de naam gaat veranderen, want ik dacht update van zoveel maanden Niels. Ik denk het wordt allemaal heel verwarrend. Ik ga gewoon voor mama update en... Nou, daar val ik zelf onder en Niels onder en het gezin. En ik dacht, ik ga het iets simpeler noemen. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Mocht ik nog geen naam hebben bedacht hierboven, dan zijn tips hieronder zeker nog welkom. Maar misschien heb ik al iets bedacht. Of misschien noem ik het gewoon mama update. We moeten het ook niet ingewikkelder maken dan het is. Maar laten we gewoon snel beginnen. Niels is inmiddels 10,5 maand oud. Ik moest even nadenken. Nou, eigenlijk bijna 11 maanden over een... Nee, 10,5 maand oud, laten we het zeggen. Het leek me leuk om even een soort mini-shoplogje te doen. Want ik heb een aantal nieuwe dingen. Want hij is enorm gegroeid. Op magische wijze weer overnight. Ik weet niet of je dit herkent als je een kindje hebt. Maar ineens denk je, hè, waarom past hij helemaal niks meer? Nou, dat hebben wij nou al een aantal keer gehad. En nu heb ik dus ook besloten om alles een maat groter te kopen. Want ik dacht, ik word gek. Ik koop iedere keer, ik hou echt van shoppen. Maar het is wel een beetje zonde van geld als het... Nou, zo kort gedragen wordt. Dus ik heb nu de meeste dingen in een maat 86 gekocht. Terwijl die nu eigenlijk begin maat 80 zit. Dus het zit soms wat wijd. Maar weet je, het maakt hem niet uit. En ik rol bijvoorbeeld een broekspijpje op. Of een mouw van een trui of zo. En ik heb ook een jasje gekocht. Heel jammer, want die kan ik nu niet laten zien. Want mijn moeder is met hem wandelen. Maar het is echt een heel stoer jasje van de H&M. Ik zal hem wel eventjes hier ergens een plaatje doen. Of hieronder linken als hij er nog is. Het is in ieder geval gewoon een donkerblauw jackie met een soort leren details. En het fijne is dat hij heel bewegelijk is. Zijn eerste jasje. Dat is trouwens, we moesten toen een jasje hebben. Dat stond er voor als je meeneemt uit het ziekenhuis. Maar nou, dat jasje hebben we echt nooit gebruikt. Of nu is het bijna nooit. En het stond zeg maar ook zo. Dus dan, hij kon helemaal zijn armen niet naar beneden doen. En deze is gewoon lekker bewegelijk. Dus hier kan hij gewoon fijn in zitten en bewegen en doen. Dus jasje. Maar ook nog een aantal andere dingen. Dus ik dacht, laat ik daar gewoon eventjes mee beginnen. Als eerste dit Cutie Pants pyjamaatje. Nou, ik vind het echt... Ik heb hem niet helemaal netjes braaf geknoopt voor het gebeuren. Maar je ziet het idee. Het is echt zo'n... Ja, ik heb een beetje zo'n oud mannen pyjamaatje. Zo'n flanellen pyjamaatje met wolkjes. En ik vind hem echt super schattig. Hij is van Kruidvat. Hij is van het merk Bambino. En ik kon hem daar met Kruidvatpunten met korting krijgen. Maar ik vind hem echt zo lief. En hij ziet er echt zo poepig in uit. Hier had ik eerst een maat 86 van. Maar daar kon hij echt in zwemmen. En dit is een maat... dat was een maat 86... 90 of zoiets, wat dan ook de link is. Dat was niet oké. Dus ik heb nu toch een maatje klein genomen, 74-80. En deze zit nu prima, nog ietsje los zelfs. Dus weet je, hij valt redelijk ruim. Ik zag dat ze nu weer andere hadden. Of was het vorige week? Ik weet het al niet meer. Maar nee, volgens mij deze week. Maar als jullie dit zien, is het natuurlijk alweer ietsje later. Want ik werk vooruit omdat we een weekendje weggaan. Maar dit pyjamaatje vind ik echt fantastisch. Dan een aantal shirtjes. Deze van de Hema met een soort, ja, ik denk dat het vosjes zijn. En daar hebben we dan ook een leuk broekje bij. Dat is deze groene. En dat staat natuurlijk super stoer. En deze groene, die heeft hij nu dan aan met omgeslagen pijpjes. Dus gewoon zo. En dan zijn ze net wat korter en dan zit het hartstikke goed. En dan doe ik gewoon dat touw lekker aansnoeren. Iemand moet me wel uitleggen waarom er zakken in zo'n broekje zitten. Ik bedoel, stik het gewoon dicht en dat het dan een zak lijkt. Want dit gaat zeg maar dan zo zitten en dan het ziet er niet heel erg leuk uit. Deze had ze ook voor me gekocht. En dat is met beertjes, een beetje hetzelfde truitje. Alleen dan dus maat 86. En nu zie ik hier dus 68 staan. Maar ik weet niet hoor. Nou, dit is dus echt de wonderwereld van babykleding. Kijk. Exact hetzelfde. Maar kijk, er staat hier echt 68. Ik ben niet blind of zo. Wauw. Best wel bizar. Goed. Anyhow, deze twee truitjes. En deze vonden we wel een beetje druk, maar we vonden hem ook alweer gezellig. En dan hebben we dan dit broekje bij. Niet dat hij nou altijd setjes draagt. Helemaal niet trouwens. Maar hij had ook broekjes nodig. Deze is nog best wel ruim. Dit is wederom een 86.
En deze is heel leuk met van die gestikte dingen. En dat is ook heel praktisch, want met kruipen en zo gaat dit natuurlijk sneller kapot. Nou draagt ze het vaak niet lang genoeg om het kapot te maken. Maar, dus dit is allemaal van de Hennes. En dan kocht ik nog een dingetje bij de Hema. Oh nee, eerst deze. Deze is van de Vibra. Wij hebben hier in de buurt een Vibra zitten. Griebels. Wij hebben hier in de buurt een Vibra zitten. En af en toe loop ik daar naar binnen. En het is eigenlijk, zijn het over het algemeen vrij lange, slanke modellen. Dus dat zit Niels goed. En ik vond deze wel heel leuk. Het is een donkergrijs broekje met ook dus zo'n van die kniestukken. Dus deze. Die is nog even van de Vibra. Dan, ja, je ziet hier een thema. Want Niels draagt bijna alleen maar grijs en grijs. grijs en blauw. Want dat is wel een hele goede tip. Als je een kindje hebt wat naar het kinderdagverblijf gaat, koop niet te veel witte shirts. Dat deed ik namelijk wel, want vaak zijn witte shirts hebben een leuke opdruk of een leuk plaatje. Maar dat wordt me toch een partij vies. Ik kwam laatst, had ik hem weer een shirtje aangetrokken en ze zei, jij durft Karin, jij durft. En inderdaad, hij kwam helemaal zwart terug. Ik zei, kan je hem niet gewoon een beetje gewoon laten lopen of zo de hele dag? Maar oké, goed. Dus deze, en deze vind ik echt super stoer. Deze is dus van de Hennes. En dit is weer een maat 86. Of zo nog een kontzakje. En ja, weet je, het zijn allemaal dingen. Hier kan hij gewoon echt wel even mee voort. Ik vond het ook wel leuk dat het allemaal een beetje met elkaar kan combineren. Daarom, weet je, maakt niet uit wat voor kleuren. Maar ik vind het wel handig om het in een bepaalde kleur, een kleurschemaatje te houden. Zodat alles makkelijk met elkaar past. Want dan zit het ene broekje weer in de was en dan de andere trui. En, nou. Dan heb ik hier nog een setje. En ja, dit vond ik gewoon heel grappig. En toen zag ik al iemand anders mee op het kinderdagverblijf lopen. Een ander kindje, dacht ik, oh. Maar dit is een soort Halloween truitje. Er staat boe op en een spookhuis en spookjes en vleermuizen. En er hoort dan dit broekje bij. Dit is eigenlijk een leggingtje. Een gevangenisbroekje noem ik het eigenlijk een beetje. Niet het mooiste broekje aller tijden. Maar het zit natuurlijk wel heel lekker. En ik vind dit vooral heel fijn voor hem voor thuis. Want ja, weet je, als hij zo aan het bewegen en aan het doen. En als hij toch niet naar buiten gaat. Ik bedoel, het regent best wel eens. En dan heb ik dan denk ik altijd. Of hij gaat echt in met regenkap en al. Dus dan is het hartstikke warm. Niels is vrij warmbloedig. Of ik ga helemaal niet naar buiten bijvoorbeeld. En dan, weet je, dan zijn dit soort dingen wel ideaal. Dus dat. En dan slofjes. Want ik merk dat het nu af en toe thuis, als hij 's ochtends wakker wordt, heeft hij alleen een rompertje aan. En dan gaan we eerst ontbijten zo voordat we hem aankleden. En dan is het best wel fris, dus dan vind ik het wel lekker om hem stofjes kunnen aantrekken. Voor de ontwikkeling van de voetjes is het het beste om blote voetjes of sokjes te doen. Maar ik heb nu stofjes gekozen met zo'n hele flexibele zool. Dus dit kan. Maar het is, weet je, ik heb begrepen dat je eigenlijk gewoon het beste dus blote voetjes of zo kunt doen. Maar goed, dat is nu een beetje fris, dus dan doe ik overdag heeft hij gewoon sokken aan. Maar zeg maar, als hij dus uit bed komt, dan doe ik gewoon lekker deze aan. En weet je, dan zit hij toch vooral in zijn stoeltje en zo. Dus. En hij kan hier prima mee lopen hoor. Gaat hij als een razende Rita mee door het huis. Daar kom ik zo nog even op terug. En als laatste deze. En dit is een sjaal. En die heb ik zelf gemaakt. Tijdens mijn verlof. En ik dacht van, oh, dat is lekker. Want hij werd natuurlijk in de winter geboren. Dus ik dacht, dat kan hij dat lekker om. Maar ja, goed, weet je, dit lijkt heel schattig en zo. Als het in je buik zit, denk je van, oh, maar dit is een heel klein sjaaltje. Dit is een hele grote sjaal voor een baby. Voor nu is hij voor hem goed. Dus nou ja, goed, Niels is bijna 1. Dus nu is hij eraan toe. Maar goed, deze heb ik dus zelf gebreid. Als je het leuk vindt, kan ik dat trouwens wel een keertje laten zien. Ik heb sowieso ooit heel lang geleden een keer een video gemaakt hoe ik zo'n koolsjaal brei. Het is een beetje hetzelfde principe, maar goed, ik kan het een keer laten zien. Vooral leuk voor als je al met verlof bent en denkt, wat zal ik eens gaan doen? Met mijn nesteldrang, dan is dit zeker een aanrader. Het is heel simpel, maar het is wel lekker ontspannen zitten. En ik zou er nu niet echt de tijd meer voor kunnen vinden, maar voor jullie natuurlijk maak ik daar tijd voor. Maar als ik zelf, zou ik nu niet zo snel meer een sjaal gaan breien, dus... Als je net moeder bent, is het allemaal toch een beetje druk. Maar zeker een aanrader om te doen tijdens je verlof. Dat een beetje voor de gekochte en gemaakte, of zijn zelfgemaakte dingen en de gekochte dingen. Dan nog een dingetje wat ik van een collega heb gekregen. En ik wist niet dat dit verstond. Ik vond het echt de uitvinding van de eeuw. Ik ga eventjes dicht doen, dat ik het beter laat zien. Dit is namelijk een slaapzak. En je denkt, nou leuk, Karin, een slaapzak. Maar dit heeft een gat erin. Nou, ik vind het echt fantastisch. Kijk, er zit een gat in. Zo. En dat is bedoeld voor de maxicosi. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar als je ergens heen gaat met je baby, 's avonds, en je moet daarna terug, dan moet je hem uit zijn bedje halen, uit zijn slaapzakje.
in zijn kleertjes hijsen of iets warms. En dan in de maxicosi. Nou, dan is hij inmiddels echt wel wakker. En dan, ja, weet je, moet het duurt weer even voordat hij in slaap is. In dit ding kan je hem gewoon eens in slaapzak en al in de maxicosi zetten, vastzetten. Nou, ik vind het de uitvinding van de eeuw. Ik wist echt niet dat het bestond. Dus dankjewel collegaatje dat ik deze kreeg. Ik vind hem super handig en we gaan hem ook zeker gebruiken. Ook met kerst en zo. Dan ja, heb je ook dat soort dingen. En dan, dat hij al in bed ligt en super handig dit. Goed, dan nog een handigheidje. En dat is dit. Dit is een bordje. Dit is een woezel en pip bordje. Doet er verder niet toe. Wat dit heeft, heeft een zuignapje aan de onderkant. Nou, dat vond ik toch ook een portie handig. Kijk, zo. Plak. Kijk, blijf zitten. Super handig, want ik weet niet hoe het met jullie kinderen zit. Maar Niels, die denkt, oh leuk bordje. Hop. Bordje en inhoud op de grond. En dat kan niet als je vast zit met een zuignap. Ik vond het zo slim bedacht. Ik had er zelf nooit op kunnen komen. Maar ik vind het echt heel handig. Dus dit gebruiken wij. Wij geven hem nog steeds eigenlijk zelf eten. Gewoon met een lepel. Ik laat hem af en toe wel een beetje proberen. Maar hij doet het dan met zijn handen. En ja, dat is niet zo praktisch als je haast hebt. Maar als we s'avonds, als hij bijvoorbeeld met ons mee eet. Dan krijgt hij dit bordje. Dan leggen we daar wat dingetjes in. En we leggen er ook wel een lepeltje en een vorkje zeg maar voor hem naast. Maar gebruikt hij niet, hij gebruikt zijn handen. Maar dan is dit bordje echt ideaal. Dat voor betreft alle tips van spullen. Verder is het super leuk, want hij heeft eindelijk, ja ja, het is na 10,5 maand zover, zijn eerste tandje. Of dat wil zeggen, het eerste puntje is doorgekomen. Dus nu echt met een lepeltje en zo voel je dat zo tik tik. Hij heeft er best wel last van gehad. Eigenlijk. Niet de hele tijd, maar zo af en toe. Hij heeft op een gegeven moment een tijdje spuitluis gehad. Toen was het weer een tijdje stil. Toen had hij bijvoorbeeld 's nachts veel pijn. En dan dachten we eerst van, hey, waarom is hij altijd aan het huilen? Maar op een gegeven moment dachten we, nou, toch maar eens paracetamol proberen. En dat hielp dan. Wat ook wel hielp is die Dentinox. Dat is een soort spulletje wat je erop smeert. Alleen als hij echt veel pijn had, dan wilde hij gewoon überhaupt niet dat je in zijn mond kwam. En dan begon hij dan echt heel onrustig van te worden. Dus het is ook niet heel fijn voor het slapen gaan. Dus meestal deden we dan toch maar gewoon op bed leggen en dan hopen dat hij gewoon in slaap viel. En anders die Dentinox of die zetpil erin. En dan konden we vaak nog wel een beetje Dentinox doen. En dat hielp op zich wel. Maar ja, weet je, je wil natuurlijk het liefst zo min mogelijk paracetamol en zo geven. Maar ja, weet je, soms is het gewoon, weet je... Ik hoorde laatst ook iemand zeggen, slapen is ook heel belangrijk voor een kindje. Dus weet je, als hij op een gegeven moment gewoon niet in slaap komt van de pijn, zo'n paracetamol kan dan niet zoveel kwaad. Dus dat doen we heel af en toe, zo'n zetpilletje voor, speciaal voor kinderen. Verder gaat het eigenlijk heel goed. Hij stapt echt achter alles aan. Stoelen, loopwagentje, alles vindt hij interessant om achteraan te lopen. Gaat ook echt heel snel. Hij vindt het ook heerlijk om boekjes te lezen. Hij zit er dan heel ijverig doorheen te bladeren, te kletsen. Mama is nu het ding. Hij zegt altijd mama, mama. En dan gaat hij zo met zijn armpjes omhoog en dan wil hij dat ik hem pak. Gaat aan mijn been hangen. Hij heeft echt een beetje nu die verlatingsangst. Dat is nu wel, merken we dat wel. Ik kan gewoon weggaan. Maar als ik in huis ben en ik ben er niet, dan vindt hij dat niet leuk. Dus als ik ergens anders in een andere kamer ben, dan komt hij naar me toe. En dan gaat hij aan mijn been hangen. En nou, je hoort gewoon heel veel mama, mama, mama nu. Wat Sven natuurlijk heel jammer vindt. Maar ja, ja, ik kan er niks aan doen. Ik zou het ook fijn vinden als het een beetje verdeeld was. Maar ja, hij is ook iets lastiger met vreemden. Hij is iets... lastiger is niet het goede woord. Maar hij heeft het wel meer in de gaten dan voorheen. Dus hij is wel... als ik erbij ben, dan gaat hij toch vaak naar mij of naar Sven toe. En dat vind ik wel schattig. Hij niet zo zijn handjes uitsteekt en zo. Dat is echt heel lief. Maar ik kan hem prima, er is geen gehuil of gedoe als ik hem naar het kinderdagverblijf of zo breng hoor, dan is het gewoon prima. Maar ja, als ik er ben, dan wil hij wel graag bij mij zijn. En verder gaat hij gewoon ja, echt als een speer, het is echt een behoorlijk grote vent, echt een beertje. Hij is heel knuffelig nu, hij geeft nu ook als ik zeg Niels mag ik een kus, dan krijg ik echt zo'n enorme natte smakkerte. Doet hij gewoon, zeg maar, hij doet niet zo. Maar hij doet gewoon zo, ah, dan gewoon zo. En zij is het kinderdagverblijf ook van houdt heel erg van kusjes geven. Aan een van de leiders. Nou, maar dat is echt super schattig. En gisteren was ook heel grappig. Toen zei mijn moeder, of was gisteren? Nee, dat was vanmorgen.
goedemorgen, zei mijn moeder, wat zegt de koe? Boe. En dan nog een paar keer. En toen zei ze, wat zegt de koe? En toen deed hij zo. Dus, ja, het is gewoon, het is heel grappig. En hij is heel slim. Als iets niet mag, dan, en je gaat het op een gegeven moment zelfs blokkeren omdat hij er gewoon niet bij mag of zo. Dan gaat hij gewoon omlopen, weet je, dat soort dingen. Het is gewoon echt zo grappig om te zien. Verstoppertje spelen vindt hij heel leuk. Gaat hij helemaal, Sven doet dat dan vaak, dan kruipt Sven, dan gaat hij zich ergens achter verstoppen. En dan gaat Niels echt gillend er van blijdschap erachteraan. Dus ja, het is wel heel leuk. Het wordt steeds meer een mensje en ja, een echt ontzettend poepie. Verder eigenlijk niet heel veel nieuws. Hij heeft gewoon, nou ja, best wel een sprong gemaakt. Dat was ook wel een zware sprong. Ik weet niet of die er vorige video ook al overheen was. Misschien niet. Was best wel een pittig sprongetje. Waar hij best wel onrustig van wordt. En hij is nu veel rustiger. Heel vrolijk. Hij kan ook echt een half uur aan tafel staan. Alleen maar kletsen tegen een boekje in zijn eentje. En nou, mijn hart smelt als ik daar naar kijk. Dan, het is echt zo grappig wat ze zeggen over verliefd zijn op je kindje. Dat is echt lang niet de hele dag, geloof me. Maar soms dan zit je heel rustig te spelen. En ik zit er dan bij en ik lees een tijdschrift of ik zit gewoon erbij te kijken. En dan heb je echt even die vlinders in je buik. Nou, dat is bij mij niet heel snel gekomen. Ik heb hem altijd fantastisch en lief en leuk gevonden. Maar nu, zeg maar, als ik hem dan zo zie. En dan staat hij zo een beetje te wiebelen en te kletsen. Nou, dat gaat echt, ach, weet je, hartfeeling. Heartwarming, dat wilde ik zeggen. Nee, echt heel leuk. Maar goed, er zijn ook genoeg momenten dat je hem gewoon achter het behang wil plakken, hoor. Als hij echt enorm aan het schreeuwen is. Verder is hij dus bijna jarig. Ik dacht, ja, wat zal ik hem nou geven voor zijn eerste verjaardag? Wat gaan andere mensen, want andere mensen vragen ook, wat wil hij voor zijn eerste verjaardag? En toen zei een van de meiden uit mijn zwangerschapsgroep, dus zullen er vast een aantal zitten kijken. Hou jullie in de smiezen? Dat is ook heel gek, hè? Want ik ben niet gewend dat ik, zeg maar, ik praat altijd tegen jullie. Als in jullie allemaal. Maar dat er ineens dan mensen zijn die ik ken, die het volgen, daar moet ik nooit al te veel over nadenken. Want dat is ineens heel ongemakkelijk. Maar goed, niet dat ik jullie, voor mijn gevoel ken ik jullie ook, maar anders. Want jullie ken ik gewoon, zeg maar, via comments en zo. Nou, goed. Maar een van de meiden van de zwangerschapsclub, die zei, je kunt ook aan een leidster van het kinderdagverblijf vragen waar ze graag mee spelen. Toen dacht ik, dat is een positie, waar had ik niet over nagedacht. Dus dat heb ik ook gedaan. Het was niet geheel verrassend, want hij houdt heel erg van de grote auto's. Dat vindt hij prachtig. En dat was me al vaker opgevallen. Maar wat ze ook zei is de regenmaker. Nou, ik had er echt nog nooit van gehoord, maar dat is een soort lange buis. Met allerlei, zeg maar, soort verdiepingjes erin met allemaal balletjes. Dus als je dat dan zo doet, dan klinkt het als regen. Zeg maar, dan zie je al die balletjes zo naar beneden gaan. Schijnt hij prachtig te vinden. Dus daar heb ik nou een soort kleine van gekocht. Dus die heb ik al achter staan. En ja, we moeten gewoon nog even kijken wat de opa's en oma's willen natuurlijk een cadeau geven. En wij zelf een cadeau. En het is natuurlijk vlak bij Sinterklaas. Dus ik had bedacht dat ik misschien één groot cadeau en één kleintje wil geven. En dan nog met Sinterklaas wat. Als jij nog tips hebt, leuke tips voor de verjaardag van een eenjarig kindje. Laat vooral eventjes weten. Leuke cadeaus of leuke dingen voor de verjaardag zelf. Want dat vind ik nog best wel lastig. Het wordt een hele lange video, denk ik, jongens. Nou, lekker erbij zitten. Want ja, zo'n eerste verjaardag organiseren. Ja, hoe gaan we dat aanpakken? Sven's familie woont in Zwolle. Mijn in Amsterdam. Gaan we ze allemaal bij elkaar doen? Dan wordt het wel echt heel druk voor hem. Of doen we het in tweeën? Maar Sinterklaas zit ook er vlakbij. Niels is op 30 november jarig trouwens. Mocht je het even zijn vergeten. Dus dat zijn allemaal dingen. Tractaties op het kinderdagverblijf. Het is allemaal, je moet er allemaal over nadenken. Je doet het ook allemaal voor het eerst. Maar wel allemaal heel leuk. Laten we er maar allemaal niet te veel in detail. Tegen die tijd hebben we het er nog wel eens over. Maar tips zijn zeker al welkom. Zowel voor cadeautjes als voor tractaties als voor leuke dingen voor het feestje. Mis ik dan nog dingen? Nee, volgens mij niet echt. Ik wil jullie in ieder geval weer ontzettend bedanken voor het kijken. Mocht je leuke tips hebben voor de verjaardag en dat soort dingen. Of voor een leuke nieuwe naam. Mocht ik die nog niet verzonnen hebben. Dan heel erg graag. Verder wil ik jullie nogmaals, zeg ik het al. Ik ben zo verwarrend vandaag. Ik heb ook al alles laten vallen. Ik weet niet wat ik heb. Nee, ik ben niet zwanger. Geen paniek. Ik hoop dat je het heel leuk vond om te zien. Ik wil jullie ontzettend bedanken. En ik zie jullie snel. Doeg! Voor gewoon dagelijks gebruik is dit helemaal prima. En ik vind het ook wel goed. Je kan hem echt bijna helemaal leeg sprayen. Dat lukt niet altijd.